Meneer De Meijer, woord bij ordemotie. Inderdaad, voorzitter, en ik had dat woord reeds gevraagd voor iemand op het spreekgestoelte staat, maar ik begrijp ook dat je niet alles kunt merken. Ik was verrast als ik de actuele vragen las, dat er een bij was over stakingen en de gevolgen voor de onderwijsinstellingen. In die zin dat ik daar een aantal weken geleden een vraag om uitleg over gesteld heb en dat ik dacht dat deze automatisch zou toegevoegd worden aan de agenda, zoals meestal het geval is. Vandaar mijn verrassing. En mijn vraag is uiteraard of mijn vraag om uitleg die ik destijds had ingediend vooralsnog kan toegevoegd worden aan vraag 3. En basis van welk punt van het reglement vindt u dat ik dat moet toepassen? Omwille dat het de gewoonte is dat vragen om uitleg die ingediend zijn toegevoegd worden aan de actuele vragen. Eén per fractie kan omgezet worden. Wat blijft er? Eén per fractie kan omgezet worden. Eén vraag om uitleg per fractie kan omgezet worden als die eerder ingediend is dan de actuele vraag. Dus? Voorzitter, ik moet wel zeggen, uw administratie had mij een ander antwoord daarover gegeven. Ah, en dat antwoord luidde? Dat de voorzitter daarover beslist. Ja, wel, ik pas het reglement toe, hè, sorry. Ja. Meneer Combe. Dat is wel een zeer notariële interpretatie van het reglement. Ja, maar ik ben notaris. Ja, meneer Combe. Dank u, voorzitter. Ik zou het bij de betreffende vraag hebben gedaan, maar ik sluit gewoon eventjes aan, omwille van hetzelfde punt. En ik denk dat het verder gaat dan het reglement. Het gaat ook gewoon over de organisatie van het parlement. Wij hebben straks, en dat is een andere actuele vraag, over de Spartacuslijn zijn er 3 vragen. Er zijn 3 vragen, waaronder een vraag van de voorzitter van de commissie zelf. De voorzitter van de commissie heeft de vraag om uitleg in commissie geweigerd over het onderwerp met de motivatie, ik heb dat op mail bij als u wil, dat het om een regionaal dossier gaat en dus dat het schriftelijk moest worden ingediend. Dezelfde voorzitter die een vraag van een parlementair zelf weigerde in commissie wegens de regionaal, zet deze vraag hier op de agenda. Dus ik steun de vraag van meneer De Meijer om de parlementaire werkzaamheden degelijk te doen en verder te gaan dan het reglement alleen en te zorgen dat als we vaststellen dat parlementairen hun recht beperkt wordt, dat we ook ingrijpen. Ofwel gaan die actuele vragen van de agenda, u kunt dat reglementair doen, totdat de commissievoorzitters iedereen gelijk behandelen, laat staan zichzelf bevoordelen ten opzichte van parlementairen. Dus ik sluit mij aan bij de heer De Meijer. Het is perfect mogelijk voor dit parlement om het voorbeeld te stellen. Ofwel komt meneer De Meijer eerst tussen en komt de vraagsteller over Spartacus eerst tussen. Ofwel gaan die vragen van de agenda. Het plenum kan dat hier perfect doen. Goed, vraag dat ook vriendelijk aan de meerderheid, want het moet op een bepaald moment gedaan zijn. Meneer Combe, kijk, ik heb alle fracties gehoord. We gaan een evaluatie doen van de controlemiddelen. En bij de evaluatie van de controlemiddelen kun je dat inbrengen. Ik heb de onafhankelijkheid van de vragen behoort tot de bevoegdheid van de voorzitter van dit parlement. Er is geen enkele afspraak, hè, u dat misschien zou vermoeden, er is geen enkele afspraak over dat ik met mevrouw Liesjans het kort gesloten heb, of wat dan ook. Dat is, daar zult u mij dus nooit op kunnen, ook al is een partijgenoot van mij, dat is 1. Als ik natuurlijk 3 vragen krijg over hetzelfde onderwerp, is het niet meer dan logisch dat ik daar dat ik die vraag doorlaat. En alle andere dingen, alle andere dingen stel ik, ook, alle andere dingen stel ik voor ook, dat voorzitter. U die binnenbrengt bij de evaluatie van onze controlemiddelen. Dat lijkt me de verstandigste weg. En nu gaan we verder met de actuele vragen. Nee, voorzitter, ik vraag het woord nog eens terug. Ik ga niet met iedereen in discussie, sorry. Het is elke week hetzelfde. U kunt dat doen op het uitgebreid bureau. Het is elke week hetzelfde. Ja, en ik ga blijven, net als de leden van de meerderheid, blijven hier herhalen. Hè. Elke week hetzelfde. En het zijn nu de leden van de meerderheid die het